Knuffel Drones is een project waarin we met kinderen samen drones ontwerpen. En het is een educatief project wat bij scholen wordt ingezet. En aan de oppervlakte zijn het heel erg leuke drones die ook echt gaan vliegen en wordt lekker geknutseld. Daaronder zit een diepere laag waarin we privacy issues en surveillance issues proberen te bespreken met die kinderen. Wat een hele uitdaging is, maar heel erg leuk om te doen. Ja. Waarom zijn drones belangrijk en waarom zijn ze belangrijk voor kinderen? Drones zijn interessant omdat er natuurlijk nu heel veel om te doen is in Nederland. Aan de ene kant heb je natuurlijk de militaire toepassingen, maar je hebt ook steeds meer de andere toepassingen, de meer publieke toepassingen of de commerciële toepassingen. Wat voor ons belangrijk is, is dat het belangrijk is, we willen graag creatief onderzoek ermee doen. En we merken in Nederland dat het lastig is, omdat er alleen maar wetten zijn voor amateurs of voor grote bedrijven. En er is eigenlijk weinig tussenin voor stichtingen en experimenteerders. Dus dat maakt het voor ons al belangrijk om ernaar te kijken. En dat vonden we een interessant deel daarvan. Maar ja, en natuurlijk gewoon het surveillance vraagstuk. Dus drones zijn natuurlijk een perfect voorbeeld van een wereld waarin iedereen elkaar bekijkt. Wat covalence wordt genoemd. Waar we elkaar heel erg gaan bekijken. Niet alleen maar Big Brother, maar bij elkaar. Ja, welke rol spelen drones daarin? Hoe ziet die wereld eruit straks waarin dat alledaags gaat worden? Dat zijn belangrijke vragen denk ik om nu al naar te kijken. En leuk om te onderzoeken. Hey, en hoe snij je dit onderwerp aan bij kinderen? Heel erg door learning by doing. We hebben geen teksten die ze moeten lezen. We hebben gewoon 5 lessen. We beginnen met gewoon een les introductie wat een drone is. Met voordoen, laten zien wat een drone is. Loopings doen, uitleggen hoe aerodynamica werkt van een drone. Tot vervolgens lessen gewoon gaan bouwen. En dan les 4 gaan ze echt vliegen. Dus dat is echt de grote dag vliegen. En les 5 is echt een dag waarin wordt gereflecteerd op de vragen die al in les 4 dan aan bod komen. Oké, hoe zou het nou echt zijn in zo'n wereld met die drones? En wat doet dat dan met je privacy? Wat doet dat met je situatie thuis of school? En doordat ze het dan gedaan hebben, wordt het veel tastbaarder en veel begrijpelijker voor ze. En dat is heel waardevol. Wat heb jij aan South by Southwest? South by Southwest is een verrassend goede informele plek om te netwerken. Om mensen te ontmoeten die je nooit zou ontmoeten, die je normaal gesproken alleen maar presentatie geven. En ineens sta je in een rooftop bar, sta je naast zo iemand en daar sta je er gewoon een beetje mee te kleppen. En het is gewoon gezellig en na afloop wissel je kaartje uit en vertel je over projecten. En het is een hele informele manier om met hooggeplaatste mensen te praten.